personen die in 2022 door de maandenlange wateroverlast in Brokopondo en Sipaliwini enorme schade hebben opgelopen, vragen nog steeds om hulp van de regering. Geregistreerden kregen een vergoeding van 25.000 SFD, wat bij lange na niet genoeg is om de schade te herstellen. Het verslag is van Lambert Petrucci. Zo troffen wij Cynthia Forswijk een jaar geleden aan. Hals over kop keerde zij terug naar huis om haar spullen te verhuizen naar haar moeder die woont te Victoria. Een jaar later is Forswijk terug thuis te Brokopondo Centrum, vooral omdat haar kinderen er naar school moeten. De omstandigheden laten nog steeds te wensen over. Wel, ik heb 25.000 SRD. Ik ben hier ook van niet. Ik heb mijn bijplafond, dat ik vervang de cementboot. Want alle cementboot in zee, die vernietigd. Dus die bij de zand, die amon dat ik ba. We begi gralanti, if de man make de jepo wat ulas voor usani. Dus we actie de begi man, pa kondre, if de kayepo make de jepo wat. Nanga prani, nanga dat we libi. Atap seja, dat ulas voor usani. Forswijk beplant nog steeds haar grond die onder water was gelopen. Haar broer Steven Forswijk raakte een deel van zijn grond kwijt. Aan onze redactie zegt hij dat er vanuit de regering wordt opgeroepen om te registreren voor hulp, maar dat slechts een deel van de geregistreerden hulp krijgt. Zoals onze pisma bedde, op het moment dat hij ruim op, maar de rest is niet meer pisma. Alle zijn dat registreren. En tegen jullie de cijfer, dus het aantal cijfers zijn jullie dat je zo'n aantal gezin, dat is dat de zijn dat ik kom voor. En ook toen tegen ons aan contact aangeven, want we niet op een kiesmapje om te kijken wie allemaal het tegen, maar bijna 50% nog maar een kiesie. Maar kan je er komen nu, dus maar een beetje achteruit gaan. Je begrijpt dat dus nu, uiteindelijk, we een beetje opnieuw. Je ziet, oké, nu kan ik nu het tegen, dit zijn de bon, constant bon, en pardon, je ziet, dit zijn etant de goeie tegen nu het tegen. Je begrijpt dus dat de bewoners blijven niet bij de pakken neerzitten en pakken vooral de landbouw weer op. Ook was hen de optie geboden om lessen te volgen hoe met hun aanplanten om te gaan. De vrees dat het water opnieuw zal komen leeft nog steeds onder de lokale bevolking.